De beslissende wedstrijd in de play-offs om het landskampioenschap bij de dames ging dit jaar tussen HC Den Bosch en de Stichtse Cricket & Hockey Club. Voor Den Bosch was het de 16e finale in 18 jaar, maar voor de Stichtse was de eerste keer in de 107-jarige historie van de club. De eerste wedstrijd eindigde in een 4-2 overwinning voor Den Bosch, dus waren de supporters en speelsters van de Stichtse gebrand op een overwinning. Het eerste doelpunt van de wedstrijd was een afstandsschot van Claire Verhagen dat niet alleen de Bosse verdediging, maar zelfs de cameraman verraste. De gelijkmaker werd uit de strafcorner gemaakt door Maartje Pauwme. En met nog 5 minuten op de klok bracht Claire Verhagen met haar tweede goal nog een sprankje hoop bij de Stichtse supporters. Maar het bleek uiteindelijk niet genoeg te zijn. En dames en heren, dit is Den Bosch, landskampioen scoren. Ik moest er of 1 doelpunt minder tegen of eentje meer erbij. Maar het was, ja, het was net niet, net als gisteren. Vooral toen we de 1-0 maakten of de 2-1 maakten. Dan denk je van oké, nog 1 goal en het kan nog. En ja. Maar het ging niet meer en helaas. Als ik hier ook vandaag kijk, zeg maar, hoeveel geel-zwart er was, hoeveel mensen uit Den Bosch waren, dat was echt ja, fantastisch, super gaaf. En ik denk echt heel veel support uit Brabant. Het voelt bijna als een thuiswedstrijd. Ja, ik moet wel zeggen dat echt superveel geel-zwart was vandaag. En dat is toch een extra steuntje in de rug als je het nodig hebt. Het was echt fantastisch en ik ben zo trots op alles wat wij hebben bereikt met Den Bosch, met dit team, dit jaar. Ik ben heel trots op iedereen. Ja. Helemaal geweldig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.